Dames en heren, we praten met de heer Rampedaret. Hij woont en werkt in Nikeri. En wanneer hij over Nikeri praat, dan praten we allemaal over de rijstsector. Hij is ook voorzitter van de vereniging van paddy-producenten. Meneer Rampedaret, bedankt dat u even uw tijd neemt om met mij te praten. Meneer Rampedaret, u hebt laatst wat opmerkingen gemaakt waarbij u hebt geconstateerd alsof de insaai van de rijstsector ruim 9000 hectare zijn. De minister van LVV, de heer Sjoerdien, heeft dat onlangs tegengesproken en hij heeft de mening toegedaan dat het incorrecte informatie is en dat er 23.000 hectare is ingezaaid. Wat is uw mening hierover? Kijk, ten aanzien van minister Sjoerdien wil ik u aangeven, meneer Biergaan, dat deze man komt. Hij is een aantal keren een keer gekomen en hij bezoekt de rijstvelden niet. Hij gaat naar vrienden en familieleden en daarover praat hij over de... Hij praat alleen maar over dingen van de VHP. Terwijl ik heb, toen hij aantrad als minister, heb ik hem aangegeven. Hij was in Nikeri, had me uitgenodigd en mij 3 minuten tijd gegeven om de rijstsector voor hem deels uit te leggen. In 3 minuten, wat gaat u met deze markt? Wat gaat u dan uitleggen aan de minister in 3 minuten? Maar ja, ik heb toen hem aangegeven dat wanneer hij naar Nikeri komt en wil praten over de rijstsector, dan moet hij de organisaties die bezig zijn met de rijstindustrie uitnodigen en volledig en breedvoerig te praten met hun. Maar dat doet hij dus niet. Hij zegt dat hij zoveel hectare in Nikeri is ingedijkt, is niet waar. Laat hij deskundig sturen uit Paramaribo hier, dan ga ik hem weten hoeveel hectare hier ingezaaid is. Niet meer dan 10.000 hectare, 9.000 zoveel hectare is ingezaaid. Maar niet meer dan 10.000 is ingezaaid. Waarom is dit gebeurd, meneer Pierkan? Omdat de oogst was in regentijd en die velden zijn zo drastisch dat men die velden niet kan zaaiklaar maken met machines. Ja, maar machines zitten vast in die percelen. En men heeft geen geld meer om te gaan inzaaien. Ja, maar meneer Rampedaret, even een vraag. Als de minister zegt, dus hij, er is 23.000 hectare ingezaaid en u beweert het tegendeel, ga ik ervan uit dat de minister toch ook zijn deskundigen heeft op het ministerie van LWV, die dat eventueel bijhouden. Wilt u me daarmee zeggen dat de cijfers niet kloppen? Die cijfers niet kloppen. Hij heeft geen enkel deskundige op LGV in Nikeri, ook in Paramaribo. Voor de rijstindustrie moet hij deskundig hebben. Hij moet niet deskundig halen van de visserijsector, etc. Wanneer hij naar Nikeri komt, heb ik dus hem duidelijk aangegeven. Heeft de VHP, heeft de regering geen deskundig over de rijstsector? Laat hij deskundige inhuren van buitenland als hij geen deskundig kan vinden. Meneer Rampedaret. U zegt dat er minder is ingezaaid, maar er is recentelijk ook een kunstmestprobleem geweest, waarbij iemand had ingeschreven, de regering had een openbare inschrijving, een organisatie heeft toen ingeschreven voor een bedrag van 83 miljoen en ze moesten 4.500 ton aanleveren. Het blijkt dat ze niet kunnen leveren. Hoe kijkt u daar tegenaan? Kijk, ten aanzien van dat, dus daarom is deze minister is geen deskundig voor de rijstsector. Wanneer uw paddy heeft eenmaal ingezaaid, meneer Pierkan, dan moet u kunstmest in voorraad hebben, want na 20 dagen moet u mest gaan inzaaien. En wanneer deze kunstmest niet gaat inzaaien in de tijd, ga je minder opbrengst hebben en misschien ga je geen opbrengst hebben. Maar deze man heeft een inschrijving gedaan, zomaar een inschrijving gedaan. En iemand dus aangewezen dat deze man kunstmest gaat brengen. Die man is geen deskundige. Kunstmest brengen moet hem naar Venezuela gaan om die kunstmest te kopen. Wanneer jij die lijn niet hebt met Venezuela, hoe kan je kunstmest hier brengen? Er is geen één man, nu meneer Quirgaan, nu is Nikeri, één man die een beetje kunstmest heeft, de heer Mangli. En hij verkoopt die kunstmest voor een bedrag van 1200 per zak. Dus daar kan de boeren een klein beetje kunstmest kopen. Maar voordien heeft men kunstmest gekocht voor een bedrag van 1600 gulden per zak. Maar hoe komt het volgens jou? Want we weten allemaal dat kunstmestprijs in de wereld is gestegen. We kennen dat verhaal. Hoe komt het dat voorheen het 1600 was en het is nu 1200? Terwijl de kunstmestprijs internationaal stijgt? Kijk, laatst heeft Ramadien kunstmest gebracht en hij had toen voor 1100 gulden verkocht. Aan de hand daarvan heeft Mangli die prijs gedrukt. Wij weten niet wanneer, maar ik heb offerten van Vietnam
als de kunstmest van Vietnam brengt, dan is het goedkoper daar. Maar nu is oorlog in Oekraïne en ik weet niet wat er daar gaat gebeuren. Maar de minister moet eerst aan tafel gaan met ons. Wij hebben informaties ook over kunstmest. Kijk, Venezuela heeft geen kunstmestfabriek, maar hij importeert die kunstmest uit het Midden-Oosten. Vandaar is goedkoper. En hij van diepzeehaven en die kunstmest komen vandaar in Venezuela. En vandaar wordt die kunstmest verdeeld in heel Zuid-Amerika. Okay. Maar dan moet je contact hebben met die mensen al daar. Ja, maar vooralsnog, bij de inzaaien die nu plaatsvindt, neem ik aan dat er genoeg kunstmest op de markt is, dat de boeren kunnen inzaaien? Kijk, er is geen genoeg kunstmest. Een klein beetje kunstmest die Mangli heeft zijn voorraad. Vandaar kopen die boeren en eerder hebben die boeren gekocht. Een klein beetje had, net wat ik zei, Ramadien had ingevoerd en vandaar hebben die mensen een kunstmest. Maar men heeft die kunstmest niet op tijd kunnen inzaaien. Het betekent dat men minder opbrengsten gaat hebben voor deze seizoen. Oké, okay, nog een andere informatie graag van u, zover u op de hoogte bent. Werken alle pompen optimaal? Nee, die pompen werken niet optimaal. Feit is dat deze, dus daarom zeg ik, altijd, de minister moet aan tafel. Wij hebben genoeg, de VPP, Vereniging van Paddyproducenten, heeft genoeg deskundigen op het gebied van de rijstindustrie. Ja, wanneer men praat over pompen, dan moet hij met ons komen praten, dan leg de VPP hem uit, wat moet er gedaan worden met die pompen? Die pompen functioneren niet. Kijk, op Wakai heb je een pomp daar. Ik heb het dus aangekeken, keer op keer geef ik aan. Die pompen moet je weggooien, zijn oude pompen. En wanneer je een onderdeel nodig hebt, dan moet je helemaal naar Europa gaan om die onderdeel te... Ik zeg, gooi die machines weg en zet dat machines hier. Dan heb je deskundig hier en dan heb je alle onderdelen hier. En niemand luistert aan ons. Ja, maar als die pompen niet optimaal werken, wat is het gevolg voor die sector? Dat is die probleem, die pompen werken niet. Nu is het grote regentijd, dus water overlast hebben wij. Dus wat water betreft hebben we geen probleem voor pompen van water in de irrigatieleidingen. Maar wanneer het in droge tijd moet die pompen werken. Ja, maar die pompen zijn nu dus niet zodanig ingericht dat je op tijd kan waterpompen. Meneer Rampadaret, mag ik u bedanken voor deze bijdrage in deze uitzending.